waves, let them crash down on me. And you showed me the way. Ja, lieve vrienden, ik zou buiten even weer aan het werk. Ja, gaat helaas niet door, want de buurman die zit te barbecuen. En dat is iets, dat kan ik niet tegen met mijn longetjes. Ja, dan kan ik beter die hitte hebben, de warmte, dan stank. Want het stinkt voor mij, hè. Ja, jullie zien alweer waar ik ben, hè. Ja, dus we gaan weer wat lekkers bestellen. Mooi simpel bakje. In verschillende grootte en maatjes. En dan een kleedje. Hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds zondag, de 18e van de 6e 2023. En we leven om 13:33. Het is bewolkt, het is skier. De lucht is scherp. Het zonnetje die wilde doorheen, maar die komt er nog niet doorheen. Het is wel warm, het is 24 graden, bij de poort is het 31 graden. En het is buiten nou 25 graden op de Google Hub. En waarom is dat zo raar? Ook 25 graden, wat dat betekent. GBP en uur en dan, daar weet ik veel. Lekker belangrijk. Normaal staat daar ook de temperatuur, maar er staan nou andere tekentjes wat ik niet begrijp. Oké, maar in ieder geval, zeg maar 24, 25 graden is het buiten. Maar bij de poort is het 31, want dat ligt helemaal in de luwte en daar schijnt het zonnetje op. Ik heb de zonnescherm ook nog niet uit, vind ik nog niet nodig. Want het beetje zon wat er is, dat is niet heel. Dus, maar oké, ik ga mijn meisjes uitlaten. Ik heb trouwens gebloemde broek aan met een zwart topje erop. Lekker luchtig. En ik ga mijn meisjes lekker uitlaten. En als ik terugkom, dan doe ik een bakje koffie. En ik ga weer in de tuin verder. Dus we gaan niet weg. Nee. Ik wil dat gewoon gedaan hebben. Weet je, wat gedaan is, is gedaan. En daar hoef ik me geen kopzorgen meer over te maken. En ik voel me momenteel goed. En dan moet ik het ook doen, weet je. Voel ik me niet goed, kan ik het ook niet doen. En dan kan ik wel eventjes de hart op als ik me niet echt goed voel. Ja, dan rijd ik wel met een scootmobiel, weet je. En dan gaat het wel. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze met hetgeen wat jullie doen. Maar geniet ook gewoon een beetje met ons mee. Ja, lieve vrienden. Ik zou buiten even weer aan het werk. Ja, gaat helaas niet door, want de buurman die zit te barbecuen. En dat is iets, dat kan ik niet tegen met mijn longetjes. Ja, dan kan ik beter die hitte hebben, de warmte, dan stank. Want het stinkt voor mij, hè. En ik denk niet alleen nog voor mij, maar voor iedereen die longproblemen hebben, of het nou minimaal is of heel erg is, dat diegene last hebben van mensen die aan het roken zijn, van mensen die aan het barbecuen zijn en vooral op die ouderwetse manier met die kooltjes, troep en weet ik veel wat er allemaal in zit. Daar hebben wij allemaal last van. Ik heb zelf ook een barbecue, een elektrische. Die heb ik nog zelf nog niet gebruikt. Die heb ik al 2 jaar geloof ik in huis, maar ik heb hem nog nooit gebruikt. Nee. Ik ga dat niet alleenig doen namelijk. Nee, dat vind ik niet leuk, vind ik niet gezellig. Dus dan moet je toch wel mensen bij je hebben. Die meebetalen en dan ook mee eten. Ja, gezellig. Maar ik kan nou niks doen helaas. Nee. En daar baal ik van. Ontzettend. Ja.
En je wordt ook niet gewaarschuwd. Buus, ik ga even, we gaan barbecue hoor. Dus ja, doe dat dan even, weet je. Ik zal ook hem waarschuwen wanneer ik een feestje heb. Dat behoor je gewoon te doen, ja. Hou rekening met elkaar, maar wel op een fatsoenlijke manier. Mijn vloer is kapot. Ja, en dat weet de buurman. Hoeft hij nog niet op de muur te kloppen, omdat ik per ongeluk met mijn stoel door een kuil heen ga. Want daar kan ik niks aan doen. Ik probeer zoveel mogelijk te vermijden en ik ben aan het sparen voor een nieuwe vloer. Maar dat gaat ook beetje bij beetje. Ja, niemand wil mij helpen. Ja, ook niet met een tweedehandsvloer of weet ik veel wat. Niemand, ik heb al zo vaak gevraagd, ook aan jullie vrienden, van ja, hè, is er iemand die dichtbij woont en die dat hebt, ja of de nee. Ik hoor niks. Nee, ik hoor niks. Ik zie niemand, ik hoor niemand van, wij kunnen je helpen. Nobody. Nou ja, het wordt alleen nog maar erger en erger. Ja, kan er niks aan doen. Daar zit ik dus ook mee, want ook een betonnen lucht voor mij is ook niet gezond. Nou ja, dat zijn nog 1, 2, 3, 4. Daar is nog geen beton, daar een heel klein stukje beton. En dat hele grote stuk. Nou ja, allemaal beton zie je, van de vloer. Nou ja, daar kan ik niks aan doen, lieve vrienden. Nee, voor de rest ben ik netjes en schoon. Op mijn spullen en 2 keer in de week heb ik huishoudelijke zorg. Maar ja, mijn vloer dat is een finesse. Ik schaam me aan één kant er ook wel om, maar het is niet anders. En ik wil ook gewoon mijn leven leven en niet verplicht op mijn tenen te moeten lopen. Want zo heb ik de afgelopen jaren al gedaan. Ik ga nou weer normaal leven, zoals ik leven wil. En als een ander er last van heeft, nou dan doen ze mijn oordopjes erin. Kan er niks aan doen. Het is mijn leven, ik betaal hier de huur en nobody anders. Nee, niemand betaalt mijn huur hier ook. Dus ik mag hier leven zoals ik leven wil. Zolang ik maar mijn eigen natine rust hou. 'S Avonds bedoel ik dan, hè. En dat probeer ik ook te doen. Ja. Als ik dan toevallig met mijn stoel even per ongeluk door een kuiltje ga en het is klaboem, kan ik niks doen. Moet je bij de woningbouw wezen, want die vloeren hier ook, dat is één geheel van al die huizen. Dat is één geheel. En later zijn die muren erop gezet. Hij is het verdeeld in, ja, in vakken, laat maar zeggen. Ja, dus die vloer is één geheel. En daarom dreunt alles door. Dan hebben we, die kozijnen zijn wel van hout, geloof ik. Weet ik niet eens. Ja, die zijn van hout. Maar de tussendeurposten zijn niet van hout. Die zijn van ijzer. Zoals van een kast. Die is ijzer. De kamerdeur. De deur zelf niet, maar de post ervan. Is van ijzer. Van de wc is van ijzer. Boven weet ik toch, krijg ik niet. Nee, weet ik niet eens. Maar hier beneden is het van ijzer. Dat dreunt ook door. Moet er eens een keer een deur per ongeluk dichtwaaien omdat de boel even open staat. Ja, dan is het toedeledoki. Ja. Maar oké, okay. Ik heb wel dat ik met de meisjes liep, heb ik ook wat leuks gezien. En daar ga ik vandaag nog even naartoe om daar een shot van te maken. Ja. En voor nu, ja, het is binnen blijven, mijn deur dicht, maar ik ga het raam openzetten. Ik kan al sowieso naar buiten, want die is net beneden. En ja, ik ga de vaatwasser leeghalen en weer vullen. En ja, zo vast op de computer maar beginnen, dacht ik zo, met een vlog. Want zolang ik niet naar buiten kan, kan ik niks beginnen. Want er wordt daar gebarbecued. Nou, ik kan helemaal daar nou niks beginnen. En daar baal ik van. Ik had het zo graag willen doen. En dan voel ik me goed, weet je. En kan het niet. Oh, ja.
kan moeilijk kwaad worden, want iedereen moet het kunnen doen. Maar laat het even melden, weet je. Daar weet ik ervan. Dan had ik desnoods ook weg kunnen gaan. Als ik het op tijd had geweten. Ja, had ik even ontoer gegaan. Het is nu weer bijna 3:15, ja. Nou ja, het is niet anders. Het is gewoon niet anders, ja. Ik mag hopen dat het zal smaken. Dus, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook gewoon een beetje met mij mee. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ga toch maar even de hort op met de scootmobiel eventjes... hoe heet het? Naar de Oude Rijkswerf toe, oftewel mijn achtertuintje. Ik heb daar iets gezien, dat wil ik even sowieso een short van maken. En misschien dat ik nog wel weer meer dingetjes zie, dat weet ik niet, ja. En ik wil eventjes proberen iemand te bereiken die daar een boot heeft. Niet dat ik op die boot een stap zal wagen. En daar ben ik de mens niet naar, want dat vind ik eng. Maar ik wil wel vragen of ik een interview mag doen. Want volgens mij woont daar een vrouwtje op. Helemaal alleen, in de ruppie. Maar ze houdt alles zelf bij. Er staat een auto op dek. Ook die heeft half uit elkaar gelegen. En ik heb er zien schuren en doen en weet ik veel wat nog meer. Dus ik wil vragen of ze dat allemaal zelf doet. Want op afstand zie je niet of het een vrouw of een man is. Maar nou heb ik vandaag... Nee, wanneer was het? Gisteren geloof ik. Ik geloof hem wel. Hoorde ik een stem en dat was toch wel van een vrouw. Dus ja, dat gaan we eventjes bekijken of ze thuis is, ja. Maar ze woont erop. Dus ja, ik wil er even meer van weten. Ik vind dat dan stoer, weet je. Ook dat jij je auto uit elkaar haalt als vrouw zijnde en onderdelen schuurt en doet. En als je onder de auto aan het werk bent, dat je dan een, ik noem dat een blubberbootje, oftewel een rubberbootje, hebt erbij en die, daar, ja. Dan is ze bezig wat lager, maar dan aan de waterkant. En dan kent ze er zo bij aan het werk. Nou, ik denk, ik hield mijn hart gewoon vast als ik er zo langs liep. Ik denk, nou, zij heeft meer lef dan ik. Ik heb al veel lef, maar dat zou ik niet kunnen. Ook al zou ik gezond lijf en leden zijn. Ja, ik kom sowieso niet op een boot en ook niet in een vliegtuig. Nee. Ja, ook gaan er weer momenteel weer mijn radartjes werken. Ik heb nog vragen van Mirjam Eleveld die ik ook nog weer moet beantwoorden. Ja, nou, komt tijd, komt raad. Het hoeft ook niet iedere dag of wat dan ook. Nee, het houdt de spanning in als je het niet iedere dag doet. Zo simpel, toch? Er komt er nog eentje die staat, nou ja, die moet ik nog doen. Ik moet vandaag nog een vlog in elkaar zien te zetten. Maar dat komt ook allemaal wel goed. Ja. Ik ga nou eerst even naar het kleine kamertje en dan ja, ga ik de hort op. En ik neem jullie gewoon mee. Ja, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, hou gewoon voor goede moed. En dan komt het zeker goed. Ja, jullie zien alweer waar ik ben, hè? Ja. Dus we gaan weer wat lekkers bestellen. Mooi simpel bakje. In verschillende grootte en maatjes. En dan een vleesje. Dus ja, dat dus. We gaan gewoon weer een, ja, ik noem het altijd een oprolpizza. Ofwel een donner. Pizza donner, ja, pizza donner weet ik veel. In ieder geval, dat gaan we doen. Ze zeggen het tot slot. Ja, jullie zien het, ik heb het voor mijn neus. Een de pizza donner, weet ik veel. Ik noem het altijd gewoon voor het gemaak een oprolpizza. Ja, want je rolt het allemaal in elkaar. Daar staat een bakje met knoflooksaus en dat gaat lekker er een beetje ervan overheen. Ja, hier ga ik het lepeltje leggen ervoor. Dus we gaan lekker genieten. Daar een sapje. Ja, en daar een bakje koffie. Dus het komt helemaal goed. Daar legt Rijka lekker in de speelgoedmandje, zoals altijd. Ook is er een film bezig, een vlog bezig om te uploaden naar de computer, zoals jullie zien. Ja. En dat op de tijd van 1:47. En daar ligt onze Elwin. En daar zijn een paar voeten. En daar zit een meneer aan vast.
En die meneer die zit zijn voorhoofd te masseren, want die heeft hele erge hoofdpijn. Maar je kan je wel even voorstellen, hè, aan de volgers. Hallo. Wie ben jij? Ik ben Marcel. En wat kom je doen? Logeren. Ik kom een paar dagjes logeren. Ja, gezellig. Gezellig. Ja. En we gaan samen zo even de hondjes uitlaten, want die moeten heel nodig naar de wc, wil ik zeggen. Ja hoor, dat ben ik. Maar dat zijn jullie wel van mij gewend. Af en toe een foutje, dat moet kunnen, zou ik zo zeggen. Ja, echt waar. Dus ja, dat gaan we gewoon doen. Dat loopt wel. Ik ga zo meteen eerst naar de kleine kamertje toe. En dan ga ik me klaarmaken met de hondjes. Dus het komt helemaal goed, ik zou zeggen. Zo vast, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Gezond weer op, en jullie weten het al. God houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg dus, tot aan de andere kant van de nacht. Doei!